Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Haaglanden Voetbal Totaal. Helaas veel afgelastingen het afgelopen weekend, maar wij kozen toch twee interessante wedstrijden. Op zaterdag waren we aanwezig bij Forum Sport tegen Lira en op zondag het duel op Nieuw-Hanenburg tussen Kwik en Gedia. En zoals altijd gaan we beginnen met het zaterdag voetbal. Forum Sport is een tegenstander die Lira duidelijk niet ligt. Forum Sport won eerder dit seizoen in het Westland, maar ook nu waren ze weer te sterk met liefst 5-1. Rob Blankenstein was aanwezig bij dat duel en sprak na afloop met de beide trainers Stefan Koegler van Forum Sport en Jos van der Helm van Lira. Thank you.
En dan nu aandacht voor het zondag voetbal. Zoals gezegd, veel duels gingen niet door. Maar er werd wel volop gespeeld nog op kunstgras. Op Nieuw-Hanenburg, daar troffen Kwik en GDA elkaar. Haaglander voetbal totaal was erbij. En na afloop spraken we met de trainer van GDA, Edwin Grunholz. En met Joost de Gelder, speler van Kwik. Al was hij er dit keer zelf niet bij in het veld. Joost, vandaag Kwik tegen GDA. Je staat langs het veld in plaats van in het veld. Ja, er is een domme gele kaart gepakt vorige week. Wegen praten, frustratie aan de ene kant. Aan de andere kant probeer je natuurlijk ook je ploeg op sleeptouw te krijgen. Helaas resulteerde dat in een gele kaart. Ook terecht. Dus ik moest langs de kant naartoe kijken hoe met dit weer geen hartverwarmend potje heb gezien. Edwin, terugkijkend op Kwik GDA. De eerste kans krijgen jullie heel snel in de wedstrijd via Omheijen. Ja, goed omschakelmoment. Penas pakt de bal op, tweede bal. En die speelt hem diep op Omheijen. Die gaat de lemt keeper af. Op dat moment, ja, goed, kan die binnen gaan. Ik denk als hij een andere keuze maakt, door misschien binnenkant schiet, dat het wat meer kans had gehad. Maar goed, die bal gaat net naast. Het was een mooi moment geweest voor ons om op 1-0 te komen. Want tot die fase hadden we eigenlijk voetbal nog niet veel gebracht. Nee, Joost de Gelder in het veld, altijd wel correct tegen de scheidsrechter. Ja. Maar misschien net even te veel tegen de scheidsrechter praten. Ja, inderdaad. Het heeft ook een beetje met natuurlijk het spelletje te maken tussen aanvoerder en scheidsrechter. En dat is belangrijk. Alleen je moet natuurlijk oppassen dat als je merkt dat je gefrustreerd raakt, dan moet je dat niet gaan uiten naar een scheidsrechter. Hoe netjes dat je dat ook zegt. En op een gegeven moment ga je hem tegen je krijgen. En dat is toch wel iets dat ik nog wel moet leren. Zeker nu ook dit seizoen. Je bent natuurlijk aanvoerder, dus dan probeer je ook wel het goede voorbeeld te geven. Maar ook vooral de jonge jongens een beetje aan te sturen. Alleen dan moet je oppassen dat je daar ook een scheiding in maakt naar de scheidsrechter. Je hebt vandaag langs het veld toe kunnen kijken. Wat vond je van Louis Wagner als scheidsrechter? Ik ken Louis Wagner natuurlijk al wat langer. Dus ik weet wat voor soort scheidsrechter dat is. Het is vaak een man die zelf ook wel wat zegt. Dus als je dat goed doet, heb je een normale relatie in het veld waarbij je dingen tegen elkaar kan zeggen. Alleen ik vond hem vandaag niet slecht fluiten. Hij zat er kort op. Sommige dingen die hij wel zag en anderen niet zagen. Dat je ook denkt, van, nou, misschien ziet hij dan wel speciale, bijzondere dingen. Maar ik vond hem helemaal niet slecht fluiten. Zeker niet. Goed, eigenlijk uit het niets sta je ineens op 1-0 achter. Een vrije trap. Ja, dan zag de defensie er nu niet helemaal goed uit. Nou, ik hoor achteraf dat die bal door de muren ging. Dus het zag er een beetje raar uit vanaf de zijkant. Het was wel een gevolg, vond ik, dat Kwik in die fase wat beter voetbalde. Wat meer samenspel had aan de bal. En daar hadden wij veel last van, dat we alleen maar aan het verdedigen waren. En eigenlijk aanvallend in die fase, of in de eerste helft, vond ik weinig hebben gebracht. Dus dat was denk ik een vervolg van die goal. Want ze hebben wel geen grote kansen, maar ze hebben wel ons onder druk gehouden de eerste helft. Het was geen bijster hoogstaande wedstrijd, maar ik denk dat Kwik komt de eerste helft op een 1-0 voorsprong en geeft dat eigenlijk toch wat te simpel weg. Ja, ik moet zeggen, ik vond het wat je zegt, ik vond helemaal geen hoog niveau, zeker niet van onze kant. Je kan dan zeggen, ja, je zit in de hoek waar de klappen vallen, dus dan moet je vechten voor de punten. Maar ik denk als wij ons spelletje hadden gespeeld, wat rustiger aan de bal waren geweest, dan was de uitslag zeker anders geweest hoor. Goed, en dan krijg je na een half uur spelen jullie een dot van de mogelijkheid via weer Omheijen. En dan wil hij die bal door het net heen jagen. Ja, er stond net de grensrechter stond voor mijn neus. Maar ik dacht eigenlijk van Rutte schoot op goal. Dat zag er wel aardig uit. Ik denk, nou, die gaat misschien wel binnen. En dan, volgens mij viel hij voor die voeten van Omheijen. Die moet hem eigenlijk intikken. Maar ik weet niet wat er gebeurt. Het zag er wel raar uit, ja. Als je dan kijkt naar zo'n wedstrijd, met name in de eerste helft, je bent zelf altijd een liefhebber geweest van goed voetbal, lekker combinatiespel. Ja, dan af en toe dan zie je toch heel knullig balverlies van twee kanten. Nou goed, er worden best wel ook wel fouten gemaakt, dat is logisch. Maar kijk, de ploeg die wij hebben, moeten we gewoon knokken en proberen zo goed mogelijk aan de bal dingen te doen. En is het dit jaar, eerste jaar voor ons in de eerste klas tegen toch een Kwik die al wat meer ervaring heeft, wel heel veel mensen mist op dit moment. Maar goed, neem niet weg dat ze nog steeds een goede baas hebben. Want ik bedoel, als ik het in het veld zie, heeft Kwik gewoon nog wel aardige spelers lopen. Maar je merkt bij Kwik natuurlijk wel dat, en dat is natuurlijk best wel een excuus, al mis je natuurlijk al aardig wat wedstrijden, gerenommeerde spelers. Maar dat doet zich in dit soort wedstrijden toch wel gelden. Ja, het is al een aantal weken natuurlijk zo dat wij moeten schuiven met jongens. En het zijn vooral jonge jongens die we nu in de ploeg hebben zitten. Die allemaal goed kunnen voetballen, allemaal welwillend zijn en allemaal fanatiek. Alleen je moet ook net dat slimmigheidje hebben om op het juiste moment een bal vast te kunnen houden. Juiste moment druk zetten. Goede keuzes maken. Nou, die keuzes kan je natuurlijk nooit van tevoren bepalen voor een speler. Dat moet je toch zelf leren. En je ziet nu toch inderdaad dat met dit soort wedstrijden heb je toch meer jonge jongens die de overhand hebben op het veld in plaats van de ervaren spelers. En dat kan je nog wel eens de kop kosten. Alhoewel ik vind dat wij goed genoeg moeten zijn om van ons eigen spelletje uit te kunnen gaan. En dan moet je ook heel veel ploegen in deze competitie
ja, van de mat kunnen vegen, wil ik niet zeggen, maar wel makkelijker kunnen winnen. In de tweede helft kijk, komen jullie goed terug. En dat bewijst ook met name Amhei zijn waarde voor jullie ploeg. Want hij stond weer heel attent ook bijvoorbeeld bij het eerste doelpunt waar de keeper de bal loslaat. Ja, goede vrije trap. Ik had in de rust gezegd. Want eigenlijk de eerste goal van Kwik, wat deed is goed door het veld te gebruiken. De bal gaat sneller. Dus Banan schiet die vrije trap. Jeroen Banan schiet op de goal. Ja, het veld maakt die bal gewoon sneller. En daardoor komt hij terug eigenlijk. En ja, is hij er wel bij, ja, inderdaad. En hij is ook attent bij met de voorsprong die jullie krijgen. Uiteindelijk wist dat dan aan de hand over de ding. De grenzen staat aanvankelijk te vlaggen voor buitenspel. Maar goed, hij staat er toch weer in het centrum om binnen te tikken. Ja, ook. Maar ook was ook een goede actie van de Mitsen de Bas die op links doorgaat. En eigenlijk meer rechts dan links is, maar toch een goed voor de goal krijgt. En die bal was voor mij nog niet zo makkelijk, maar hij staat er ook nog een keer volgens mij. Dus ja, gelukkig 2-1, ja. In de tweede helft hebben jullie de wedstrijd denk ik wel goed onder controle gehad. Want Kwik heeft niet echt kansen gehad. Behouden ze dan wellicht die vrije schop op de paal? Ja, het is niet om interessant te doen, maar we hebben wel wat veranderd in de rust. We hebben een aantal jongens op andere posities geprobeerd te brengen. En dat pakte inderdaad in de tweede helft goed uit. Tegen GDA in de tweede helft heb Kwik eigenlijk nauwelijks een kans gecreëerd. Behouden ze misschien een stilstandmoment die vrije schop op de paal? Ja, nou, een vrije trap was een goede vrije trap. Maar je kijkt wel, het veld werd groter, langer. Het middenveld werd sneller overgeslagen. Ik denk als wij zitten naar de tweede helft, je ziet het zo maken die gelijkmaker. Maar er komt er juist meer ruimte. En wij vinden het dan toch moeilijk om rust aan de bal te houden en te blijven voetballen via het middenveld. Dat willen wij graag. De spits in spelen, de onderkomen, zijkanten zoeken. Dat werd nu zo haastig en snel gedaan. Dat zal misschien ook wel een beetje met het veld te maken hebben. Dat is natuurlijk heel snel nu. Maar daardoor kan je nooit rustig meer in de wedstrijd komen in de tweede helft. Ja, nou, GDA houdt ervan. Die speelt een lange bal. Natuurlijk Rutte voorin in de spits spelen. Die wint dan bijna elk kopduel. Dus dan ga je een beetje mee in hun spelletje. En dat moeten wij juist niet doen. En dat is denk ik uiteindelijk in de tweede helft onze ondergang misschien wel geweest, hoor. Ja, ik probeerde het nog met inderdaad achterin 1-op-1 en man extra naar voren te sturen. Maar ja, dat levert ook niet veel meer om. Nee, wij zijn nu wel zo ver in de eerste klas. Kijk, als de tegenstander gewoon met 4 spitsen gaat spelen, blijven wij gewoon 1-op-1 staan. Dus daar veranderen wij niks aan. Dus voor ons veranderde eigenlijk niet veel. Alles bij elkaar, het was geen hoogstaande wedstrijd. Maar ja, dat zal jou een zorg zijn, want je stapt gewoon met 3 punten van het veld. Nee, maar goed, misschien kijk je andere wedstrijden. Maar als je ziet in de eerste klas, denk ik dat wij met GDA gewoon een hele leuke periode aan het in zijn gegaan op dit moment. Waar wij gewoon de laatste wedstrijd de punten pakken. En dat is gewoon prima voor onze ploeg. Ik denk dat wij het best wel aardig doen. En dit is denk ik wel redelijk het maximale voor ons. En wat er in de toekomst nog gaat gebeuren, weet ik niet. Maar voor nu ben ik er wel heel erg tevreden over die jongens. Nu verder, het wordt toch wel tijd dat Kwik punten gaat pakken. Ja, nou, dat is al een aantal weken zo dat wij punten moeten gaan pakken. En je moet positief blijven. En tot en met vandaag hebben we de afgelopen weken bij Vlagen echt wel goed spel laten zien. Alleen het was niet constant genoeg. We hebben op de belangrijke momenten toch net weer doelpunten tegengekregen. Vandaag vond ik voor het eerst dat we niet goed speelden. Maar het is wel duidelijk dat wij nu inderdaad punten moeten gaan pakken. Want je wil niet onderin gaan zitten en degradatievoetbal gaan spelen. Want daar houden wij niet van. En ik denk ook nog steeds dat wij een ploeg hebben die voetballend echt wel nu zeker in de middenmoot nog mee kan draaien. Maar dat moet wel betekenen dat we wedstrijden gaan winnen. Volgende week Wilhelmus. Het is een moeilijke pot wordt dat ook. Maar het zou fijn zijn als we gewoon nu een keertje 3 punten pakken met goed spel. En dan met dat vertrouwen gewoon vooruit kunnen kijken de komende weken. Want onderin voetballen is toch altijd een ander soort voetbal, hoor. Goed, wat er in de toekomst gaat gebeuren met GDA, goed, daar zal jij zelf niet bij zijn. Hoe is het met de toekomst van Edwin Grunholz? Is daar al wat meer over bekend? Ja, is zo duidelijk dat ik op dit moment geen club heb voor volgend seizoen. Dus wel jammer, maar goed, ik heb wel echt aangegeven dat ik gewoon een club zoek waar ik weer een stap in kan verbeteren persoonlijk. En dat is puur gewoon op sportief gebied. Dus afwachten, maar goed, ik ben nog jong. Ten slotte, de toekomst van Joost de Gelder, die ligt ook gewoon bij Kwik. Voorlopig wel. Ik voel me nog hartstikke jong en fit. Dus we kijken hoe lang ik het volhoud. En hoe lang de trainer mij nog in het veld wil hebben. Maar ik heb het naar mijn zin. En ik speel een aantal jaartjes hier zo. De ploeg is goed. De jongens zijn leuk. De club is leuk. De trainer is goed. Staf eromheen. Dus voorlopig heb ik het nog wel naar mijn zin, hoor. Ja, maar is het niet raar? Dat is een gewaarwording. Ik bedoel, je bent toch volop bezig dat je dan misschien een jaar zou moeten gaan toekijken. Of geloof je nog in dat er nog wat komt? Ja goed, ik ben nu 5 jaar trainer, ik heb het nog niet eerder meegemaakt, maar als je goed naar de markt kijkt, zoals ik het nu even benoemd is, zijn er wel meer trainers die hier thuis zitten, ik bedoel, je kan er een paar opnoemen. Maar het is ook gewoon, wat is er vrij? Kijk, trainers verlengen, langdurig, dus nou, is gewoon, dat kan, dat hoort er gewoon bij. Je bent wat dat betreft ook best kieskeurig in de keuze of in de clubs die zich aandienen? Ja, ik wil niet laag. Kijk, ik kon bij GDA, GDA wilde met mij door. Dus, en ook de spelersgroep had nadrukkelijk uitgesproken dat ze met mij door willen gaan.
Nou, heb ik over nagedacht. Nou goed, en ik had het gevoel dat ik gewoon een stapje door wil. En dan ga je geen club pakken die, even zonder daarin negatief te doen, maar die minder is dan GDA. Dat vind ik niet. En met het treffen tussen Kwik en GDA zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Haaglanden Voetbal Totaal. Hartelijk dank voor uw aandacht en graag weer tot vrijdag. Dan gaan we weer vooruitblikken op het nieuwe voetbalweekend.